Hallo mensen van Gijse Kanaal. Daar zijn we weer met een nieuwe aflevering van Infamous. En vandaag gaan we deze twee goede missies denk ik doen. Aflevering daarna gaan we weer verder denk ik met de storyline. Even zien, welke eerst? Vastgebonden of grote vangst? Ik denk dat we deze als eerste gaan doen. Die kant op. Maar ja, volgens mij heeft zien... Ik denk dat ongeveer een beetje wel... Nou, in ieder geval voor het noorden, de vakantie voorbij is. En hoe hebben jullie van de vakantie genoten? Wil ik wel eigenlijk wel eens zien in de reacties. Waar zijn jullie heen geweest op vakantie? Wat hebben jullie gedaan in de vakantie? Hebben jullie alleen maar gegamed? Of hebben jullie nog meer gedaan? Ik bijvoorbeeld ik heb heel veel gewerkt. En dat is wel lekker, want dan kan ik natuurlijk... Dan kan ik weer lekker uitgeven dan mezelf in de vakantie. En voor mensen die... Die gewoon, ja... Welke vakantie... Waar zijn jullie heen geweest? Waar zijn jullie heen geweest? Zelf ben ik naar de Schelling gegaan voor een week. Met 4 andere vrienden. Dat is hartstikke leuk. Heel hartstikke leuk gefeest. Het is ook gewoon leuk om even... 5 dagen... Of 1 week... Om dan 5 dagen om dan gewoon met z'n 5 te zijn. Hartstikke leuk. Echt hartstikke genieten. Wat hebben jullie gedaan? Laat het achter in de reacties. Ik wil het wel eens zien. Ik zie de missie is hier om de hoek. Dus. We gaan hierheen. Schiet hem niet neer alsjeblieft, Reaper. Vastgebonden. Je moet wat Reapers voor ons oppakken. Maar dood ze niet. We willen ze zodat we ze kunnen die missie. Oké. Waar zijn ze? Oh, op jacht naar Reapers in de stad. Dat is niet al te moeilijk te zijn. Pak die politie, loop niet in de weg, man. Idioot. Nice. Oké, volgens mij hebben we er 4. Alleen nog even vastbinden. Als deze niet... Ah, kom op. Motherfuckers. Die is gewoon... Ah, zijn getiespawned. Kom op. Kom op. Is goed, je raam ergens anders heen. Ik hoor geschoten. Geschiet. Geschoten. Je hoort geschoten, Dave. Dat is wel echt knap. Waar hoorde ik dat? Ik zie hier. Oké, dat is zwart gebied. Daar gaan we niet heen. Slecht plan. Ben je echt zo dood? Oké. Waar de fuck zijn Reapers? Dat de game niet mee wil werken, verdomme. Is toch wel duidelijk? Ik had ze verdomme geveld. En ineens wagen ze er niet meer. Fucking game. Ik weet dat dit een moeilijk niveau is, maar kom op, man. Hoef je niet te onmogelijk te gaan maken. Nee, ik heb geen idee waar ik Reapers kan vinden. Ik weet, altijd zit er daar een groepje. Pak hem vast, ja. Maar, ja, dus ik... Over de daken heen zoeken, gok ik. Hoop ik, denk ik, een beetje. Daar niet. Oh, wacht. Daar zit er één, denk ik. Of hier om. Nee, hij zit hierboven. Ik hoor hem al, ja. En er staan weer heel veel op de grond daar. Wie is deze wel?
Kut! Ah, nee! Oh, ik was te snel. Maar van waar in één keer zo fucking veel Reapers? Oké, geen goed plan. Oké, heel slecht plan. Slecht plan. Terugtrekken. Oh kut, ze komen hier allemaal heen. Ga nou niet in de weg! Een slecht plan! Dit pakt verkeerd uit. Rennen. Dit pakt niet goed uit. Klim omhoog. Kom op. Oké. Deze missie duurde wel iets langer dan. En die zijn weer despawned hoor. Meen je niet? Ah, kom op. Oh, hier zit ook een. Die telt wel. Kom op, man. Zij zal weer. Ah. Kan ik weer op zoek? Godverdomme. Kom op, game. Waarom maak je het zo, mij zo moeilijk? Ja, daar. Niet eraf vallen. Ja, mooi. En ze dan een brokstuk. Oké, hopelijk gaat hij nou niet die spawnen voordat ik hierboven ben. Thank God. Eindelijk. Zo, daar moest ik even op drinken. En waarom dat liedje? Dat is zo fucking onheilspellend. Heb ik wat verkeerd gedaan? Volgens mij niet. Jemig man, echt niet te geloven hoe bla bla bla, dat ga je echt elke missie zeggen. En ik kan het niet. Je doet goed werk, makker. Oké. En dan deze missie nog. Een grote vangst. Oké, nee, sorry. Dit is. Hey, brokstuk. Kom op, pak hem nou. Ja. Nog 3 van een grotere capaciteit. Nice. Dan krijgen we weer een lekker balletje erbij. Yeah. Oké, even zien. Die kant op. Best wel ver. Ja. Ach ja. Stinkt zelf nog erg in een kattenbak. Zo, en weer weg. Motherfuckers. Zoveel mensen. Zo weinig tijd. Oh, wacht. We gaan niet... langs die kant. Dan heb je waarschijnlijk grote kansen daar. Van die vrachtwagens zitten waar fucking machine guns of zo op zitten gemount. Het maakt niet uit of ik nou half Nederlands of half Engels praat. Ik bedoel hetzelfde mee. Maar 2 brokstukken, dat is wel nice. En ik zie er toevallig 2 dichtbij. Weg! Weg! Ik wil het nieuws horen. In heel Empire City gaan de grootschalige hulpacties door. FEMA dropt grote hoeveelheden voedsel, medicijnen en andere goederen op Archer Square.
US TV hoorde van officiële bronnen dat de hulpacties voorlopig dag en nacht worden voortgezet. Sommige woordvoerders vergelijken deze operatie al met de luchtbrug van Berlijn, waarmee die stad werd gered van de communistische agressors. Er is nog hoop, Empire City. Ik geloof er alleen een flikker van. Jee, dood. Oké, ik zag brokstukken. Daar een. Ik bedoel, want als ze daar zo dichtbij zijn, pakken we er meteen. Kom op. Niet zo moeilijk doen, Call. Ja, dank je. Nog een eentje daar bovenop. Of hier tegenaan, dat zeg ik. Yes! Yes, een bolletje bij. Oké. De goede missie. Volgens mij... Oh, dan moet je een geleider. Er is een geleider van de Reapers die we maar niet te pakken krijgen. Wil jij het eens proberen? Ja, en wat ik dan altijd doe, want hij is niet zijn eentje. Ik ga naar deze dak. Ik ga naar dit dak. Dan ga ik hem... Ja, kijk zo. Ah, kom uit. Niet mijn schuld dat hij viel. Kom op, man. Verdomme. En het dak weer op. Anders is het gewoon veel te... Boom. Hoorde dat... Oh, hi! Ik had je niet gezien. Nice. En... Wat deed ik? Echt man, wat is er met me vandaag? Eerst die vorige missie, nu deze missie? Fuck die shit. Waar ben je? Daar, hi. Ja, kom maar. Ewa, Konjo, kom dan. Oh, wat een... Ja, hier. Wat? Wat doe ik fout? Ik veil hem toch iedere keer? Of mag ik geen hoofd schokken, maar is hij dan meteen dood? Nee toch? Oké, we gaan deze keer zonder hoofd schokken proberen. Ja, nee, blijf zo. Waag niet dood te gaan door die. Oh, yes. Oh, eindelijk. Oh. Ja, niet meer beschikbaar. Dat is ook niet de bedoeling. Een vriend zei dat hij zich nog nooit zo veilig voelde. Spring! Veiliger dan voor de explosie. Man, ik wou dat ik daar bij jou was. Zorg dat je die neurobol te pakken krijgt. Oké, eerst deze nog even afmaken. Oké, Dave, je kan niet schieten. Oké, en deze moeder is hier zo nog. Ga je mekaar slaan? Ga je mekaar slaan? Pam. Hey. Oké, mensen, dat was het weer voor deze keer. Laat een like achter als je het leuk vond. En het standaard verhaaltje van... Ga ook abonneren op Schijs. En weet ik, check de beschrijving voor meer links. Die je misschien wel interessant vindt. Zoals Schijs en Twitter. En andere dingen die hij erin doet. Want daar let ik eigenlijk nooit op. En zie ik je de volgende keer weer. Ik zeg doei.